allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag Floortje omkleden. Ik had al een video opgenomen, maar die is niet goed doorgekomen. Niet goed opgenomen, zeg maar. Dus we doen het even opnieuw. We gaan haar net even iets uitgebreider omkleden dan dat ik de video had opgenomen, zeg maar. Nou, ze kan natuurlijk haar mutsje op met naam. En ik had eerst dit t-shirtje. Maar ik vind hem een beetje wijd bij haar armpjes. Dus daarom dacht ik, nou weet je, ik ga het toch even wat anders doen. Dat is ook iets vrolijker. Deze moet even in de was. Wat is deze? Maar nu gaan we deze aandoen. Van Noppies. Dit leuke broekje. Die past echt super goed. Echt gewoon perfect bijna. Oh, is van de Vibra. Die heb ik overgekocht van Diana. Deze. Leuke roze sokjes. En dit super schattige vestje. Die ook prima past. Van de Hema. En we doen even een schone luier. Van Pampers. Heb ik die nu. En een schoon rompertje. Dus nou, kijk gezellig weer met me mee. En ik had besloten om Luc voorlopig even niet op YouTube te doen. Misschien één keer in de maand bijvoorbeeld of zo. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. En of ik dat wel wil doen. Hoe vaak ik het wil doen, zeg maar. Ja. Ik hou hem wel hoor. Dan, hij gaat echt niet weg. Dat doen we niet zomaar. Maar ja, het is toch even anders dan Floortje. Want die is toch even wat specialer. Dus vandaar dat ik dat even zo doe. En ik heb ook een extra YouTube kanaal. En daar ga ik dus dingen vertellen en laten zien. Net even wat meer, zeg maar, laten zien dan hier. Hier doe ik het natuurlijk alleen voor de Reborns. En op dat kanaal ga ik dus mijn kijkers meenemen in mijn leven met neurofibromatose. De ziekte die ik dus heb, afkorting, is NF. Als je meer wil weten, kijk dan ook even mijn vorige video. Dat is de meest recente video. Ik doe alvast even een sok aan. Ik hoef dat niet meer te doen. En en ik ga ook, ik weet nog niet precies of ik mijn gezicht ga laten zien op dat kanaal. Maar misschien wel, misschien niet. Ik moet nog even bedenken. En zo, maar ik ga dus updates geven over hoe het gaat. Maar dan even net uitgebreider, zeg maar, dan hier. Ik stel het niet per se in dat kinderen niet mogen kijken of zo. Dat het 18 plus is, zeg maar. Maar ik laat wel wat meer zien, zeg maar, dan in de video die ik laatst heb geüpload. Over de update heb ik ook wel foto's laten zien. Maar daar ga ik net even wat meer en dieper in de op in, zeg maar. Dan hier, zeg maar. Maar dan, als ik dat zou doen, dan waarschuw ik natuurlijk wel de mensen dat er misschien eventuele schokkende beelden zijn. Dus ook wat meer duidelijk van mijn wond in mijn nek. En ja, net even wat meer uitgebreid hoe mijn littekens eruit zien. En ja, dat hoort er ook bij. Dus, en als ik weer word geopereerd, dan wie weet ga ik dat wel weer. Wie weet ga ik dat wel filmen. Dan stapje voor stapje. En dan,
Dat zou ook kunnen. Met een muziekje eronder. Want ja, ik ga niet zomaar filmen natuurlijk. Het rompje is wel een beetje te groot. Dus ja, dat wilde ik ook nog even vertellen. Dus als je meer wil weten, kijk dan even in de... aan het einde van de video staat ook het kanaal. Ik zal het ook in het i'tje zetten, links of rechts, dat weet ik niet. Omdat ik in spiegelbeeld sta natuurlijk, voor mij. Maar daar zal ik hem ook wel even plaatsen. En jullie zullen het waarschijnlijk ook wel wat vaker zien en horen dat ik dat kanaal heb voor mijn nieuwe abonnees. Want we hebben er nu 510 op dit kanaal. En daar heb ik er al 16, of waren het er al 17. En ik ben nog maar een paar dagen bezig, dus kun je nagaan. Even kijken. Even spieken hoor. Ik heb nu 17 abonnees op dat kanaal. Kijk, ik heb nog eenmaal één video geüpload. Maar ja. En even kijken hoor. Kijk, ik ben nog maar een paar dagen bezig. Ik ben sinds 18 maart heb ik een kanaal aangemaakt. En ja, 18 maart 2024. En we hopen natuurlijk dat ik dus aan het einde van het jaar de 100 abonnees heb op dat kanaal. Ik vind het iets belangrijker, dat kanaal, dan dit kanaal, zeg maar, voor mijn abonnees. Kijk, ik vind het heel fijn hoor, natuurlijk. Ik ben heel blij dat ik al heel veel bereikt heb met dit kanaal. Maar dit is meer, meer leuk, zeg maar. Deze video's zijn leuk. En die video's zijn interessant, maar kunnen ook leuk zijn natuurlijk. En ja, ik ga natuurlijk ook over mijn hobby vertellen, over mijn reborns. Dus die komen ook daar al, maar dat is misschien 1 of 2 keer. En ja, dat ook natuurlijk. Kijk, dit ziet er wel wat leuker uit. Het andere was ook wel heel schattig, maar dit is toch even iets meer floortjes, zeg maar. Dus dat wilde ik nog vertellen. En ja, ik ben echt super blij dat ik al zo snel die 16 abonnees heb. 17 abonnees. En dat ik op dit kanaal natuurlijk nu al de 510 abonnees heb. Daar ben ik echt super blij mee. Echt heel blij. Kijk hoe schattig. Kijk. Is toch cute? Ja, ik vind het wel heel snoezig. Even kijken of hij goed recht zit. Kijk, hij is ietsjes oversized, maar het is wel heel schattig. En jullie zien er nu weer als de boven, maar zo. Kijk, en Nobby's, dat valt echt klein, want je ziet... Dit is maat 44 en past eigenlijk gewoon perfect qua lengte, deze lengte. Maar de mouwlengte ook, hij is misschien ietsje te groot, maar dat is niet zo heel erg. Veel dingen zijn echt veel te groot voor Floortje. 50 kan ze ook aan, maar wel de kleine van, zeg maar. Dus... En er komt ook binnenkort weer een nieuwe shoplog online. Want ik heb allemaal weer leuke dingen gekocht op Vinted. Want ik heb
zelf ook allemaal spullen op de Vinted staan. Dus vandaar dat ik dan weer nieuwe dingen kan kopen. Ik had spijkerbroeken verkocht. Dus daar heb ik 4 kledingsetjes van gekocht. Voor Jip en Mees. En ik heb Nike schoentjes gekocht en een jasje. Zonder de capuchon. Omdat dat wel lekker is voor in de wagen. Als het net niet heel koud is, zeg maar. Hij is iets te groot, maar ja, het blijft leuk. Nog 2 knoopjes dicht. Nou, is een mooie 10 minuten. En dan ga ik nog even een video opnemen met de jongens. Want dat was ik ook van plan om gisteren te doen, maar dat heb ik ook niet meer gedaan. Want het is nu iets eerder dan de vorige keer dat ik het op ging nemen. Dus meer licht. Dus nou, in ieder geval, Floortje is klaar. Floortje is helemaal klaar. En nou, vond je deze video weer leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. En laat een reactie achter als je deze video leuk vond. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg! En deze video komt trouwens de 22e. En de week daarna. Even kijken. Deze komt de 22e. En daarna. Oh ja, daarna ga ik dus Jip en Mees omkleden op 5 april. En deze komt. Oh nee. Deze komt de 29e. Deze komt 29 maart. En op 22 maart is er dus een video met een iets uitgebreidere video over Jip. Maar die hebben jullie natuurlijk al gezien. Dus nou, vond je deze video weer leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg!